Hey, jullie zijn hier voor een interview vandaag. Maar voordat we beginnen wilde jij nog iets tegen je moeder zeggen. Ga je gang. Lieve mam. Lieve Pri, Shona, vanwege je slopende nierziekte weet ik dat je niet de moeder en partner kan zijn die je graag wilt zijn. Lieve mama, je bent natuurlijk nierpatiënt en daardoor zijn er bepaalde dingen die wij niet samen kunnen doen momenteel. Het is gewoon anders en het is jammer dat we gewoon minder kunnen doen. Ja, ik zie wat het met je doet en hoe je ermee omgaat. En ik weet dat het je dat van binnen breekt, maar toch blijf je altijd zo moedig. En ik wil zeggen dat ik wel heel trots op je ben. Enorm knap hoe jij bij elke teleurstelling er sterker en positiever uitkomt. Heb ik bewondering voor om dat te zien van jou. Ik hoop als je getransplanteerd bent dat het ook weer beter met je gaat en dat we weer een beetje het oude leven kunnen oppakken. Ja, hoop dat je weer beter wordt, zodat je weer kan zijn die je graag wilt zijn. Je nieren zijn je leven. Daarom wil de Nierstichting nierpatiënten hun leven teruggeven, zodat zij er weer kunnen zijn voor de mensen waar ze van houden. Doneer en steun onderzoek voor meer succesvolle transplantaties. Ga naar nierstichting.nl.